Ja, kom op. Ik ga namelijk van de begaande grond naar de 21ste verdieping rennen via de trappen, jongens. Dit is zwaarder dan verwacht. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Kratje naar Sixpack. En ik sta op het punt om naar de sportschool te gaan bij Hidde. Maar ik moet zeggen, jongens, ik werd vanochtend wakker en ik heb echt buikpijn en ik had een banaan. En dan gelijk als ik dan al een hap neem van de banaan, word ik ook alweer misselijk. Dus ja, we gaan zien hoe de training gaat, maar we gaan het wel gewoon doen, want we hebben nog even te gaan. Hey, jongens. Ik lig lekker in mijn bedje en ik zei vanmiddag ook al dat ik gewoon echt gewoon misselijk was. En gewoon echt gewoon gek in mijn hoofd. Gewoon een beetje hoofdpijn, zwaar hoofd. Maar ik heb denk ik een voedselvergiftiging of iets. Want zeg maar, ik heb de hele tijd een rommelige maag. En ik heb net echt op alles uitgekotst. Maar op een gegeven moment ook gewoon, zeg maar, niet eens mijn eten meer. Maar ook gewoon water, alles wat erin zat. Ik weet niet hoe deze vlog gaat eindigen, maar het begint top. Dames en heren, het is momenteel maandag en ik heb 3 dagen op bed gelegen. Ik had op een of ander raar buikvirus of zo. Ik weet het ook allemaal niet, maar het is tijd om naar Hidde te gaan, want we gaan weer trainen. En dit is de ene laatste week dat ik nu ga trainen. Ik ga straks op wintersport. Dan ga ik wel ook een drankje doen, ik ga een biertje doen en... ik ga ook even een schnitzeltje met patat eten. Maar Hidde zegt, als jij, want ik ga vanaf van donderdag tot en met zondag. Hij zegt, als je dan gewoon gek doet. Ja, tuurlijk, het is niet perfect. Maar het gaat ook niet zijn dat je dan opeens niet meer droog bent. Dus dat gaan we doen. En dan de week daarna is het de laatste week dat ik nog even kan trainen. En dan ga ik de fotoshoot doen, jongens. En dan kan ik jullie eindelijk het resultaat laten zien. En ik ben er nu zelf ook al heel erg blij mee. Maar er moet nog even wat gebeuren. En dat is ook precies wat we nu gaan doen. Daar zijn we, jongens. In Haarlem, bij de sportschool. Laatste echte week dat ik kan trainen. Want volgende week is natuurlijk de reveal. Ik kan daarvoor nog wel even trainen. Maar we hebben net ook weer even een meting gedaan. En het gaat echt de goede kant op. Hit? We hebben net een meting gedaan. Het gaat de goede kant op. Maar we moeten echt nog even doorzetten. Vind jij dat het de goede kant op gaat? Ik vind dat het de goede kant op gaat. Nee, oké. Okay. Gingen we vandaag doen, maxen toch? We gaan even. Nou, kijk, nee, we moeten het anders aankleden. Het is net alsof we van jou een superhuman hebben gemaakt. Ja, maar niet alsof. Nou, we hebben van mij een superhuman gemaakt. Oké, dat zijn jouw woorden, maar ik wil het wel zien. Oké. Okay. Eerst stokjes, Pip. Hier, kom. Oh ja, stokjes. Hoppa, kom op, jongen. Ja. Oké. We zijn boven. Ja, kom dan. Nu nog netjes terug. Kom, je bent er bijna. Kom. Ja, kom maar, laatste. Hoppa. Hey. Lekker. Lekker, jongen. Daar gaan we. Nou, pull-up met 10, maar je hoeft er maar eentje te doen. Hè. We gaan gewoon kijken wat je maximaal kan. Oh, gelijk schommelen. Gast, is dit nou zo moeilijk? Is dit nou zo moeilijk, Hit? Kom nou, jongen. Hier, ik gooi zo'n dumbbell van 30 erop. 20 kilo. Gast. Hoi. Gooi nou gewoon een 60 dumbbell op. Hoi. Kom maar, slap rot, jong. Oké. 30 kilo. Ik wil niet lullig doen, maar... Nee, ik wil niet lullig doen, maar ik heb stevige ballen, zoals je ziet. Nou ja, laat jij dan even zien dan. Nogmaals, de dumbbell van 30 ligt daar nog steeds. Daar zijn we dan. 40. Zo, dit is wel pittig hoor, dit. Ik ben heel benieuwd of je dit gaat lukken, maat. Kom maar, goede focus. Ja, kom op. Telt-ie? We hebben hem teruggekeken. Ik vind dat hij klopt. Want zeg maar, het laatste stukje was... Ah, zonder dat ik echt zeg maar, zo, dit was wel gewoon het laatste stukje. Maar ja, hij is goedgekeurd. Let's go. Oké, jongens, we zijn vandaag dus alles aan het maxen, zoals ik zei. Squat, 100 kilo. We hebben net even opgewarmd. Eerst 100 kilo één keer. Die moet wel lukken. Toch? Ja, dit lukt sowieso. Anders dan stuur ik je gewoon weg. Hallo, ik durf dit zelfs nog toch filmen zonder jou te spotten. Oké, zorg voor. Adem in. Zet hem vast. Kijk hoe makkelijk. Eerlijk? Okay, volgende stap is naar 160. Je doet het niet, hè? Nee.
Oké, we gaan 120. 120. 120! Ik voel wel dat hij pittig is, hoor. Ja, is niet zo gek. Oké, 4 minuten herstel. 130. Told him about his neck. Zwaar. 130 lukt helaas niet, jongens. Jammer. 120 ben ik ook blij mee. Dat was hem weer, jongens. Het is gelukt. En het was een goede training. En ik had dus 120 met squatten. En mijn lichaamsgewicht plus 40 kilo voor de pull-up. Dus ik ben tevreden, jongens. Ik heb dus echt een fantastisch idee. Ik ga namelijk van de begaande grond naar de 21ste verdieping rennen via de trappen, jongens. Ik weet niet of dit mijn slimste idee was die ooit in me is opgekomen, maar we gaan het zien. Jongens. Ik heb dus echt een fantastisch idee. Oké. Okay. Ik dacht, ik ga naar de begaande grond en ik ga naar de 21ste verdieping rennen en ik neem alleen maar de trap. Dus gewoon rennen naar boven. Fuck, goed idee. Oké, let's go. Dat is wel zwaar, hoor. Dat is echt. Zo. 21 verdiepingen, pik, dat is helemaal aan de bovenkant van het gebouw. Dit doen boxers ook altijd, dit training met trappen. Het voelt, ik dacht van oké, okay, dit is best wel pittig, dit is wel leuk voor de content, dit is pittig, maar dit is gewoon killing, okay, zeg jij. Maar dan zeg ik ook dat het binnen 4 minuten moet. Oké, okay, minimaal binnen 4 minuten, anders 50 push-ups. Niet 6 minuten. Deal. Yes! Klaar voor? Nee, ik heb er helemaal geen zin in. Kom maar. Ja, je hebt een mooie outfit aangetrokken. Ik heb GoPro'tje mee. Oh. Ik kan niet wachten. Oh. Zo, je voelt nu al hier. Jezus, één trappetje, maat. Maat. Ja, maar dit 21 keer, hè? Dit kan je makkelijk. Oh. Dit kan je echt makkelijk. 3, 2, 1, go. Let's go! Binnen 4 minuten! Oh. Oké, wat denken we? Gaat hij 4 minuten aan? Ik denk onder de 2 minuten. Onder de 2 minuten? Hoeveel geld zit hier? Tientje. Tientje? Ik zit 50 euro in omdat hij langer dan 2 minuten overdoet, maar dat hij de 4 minuten aan gaat. Oké. Okay. Oh, ik heb ook net gegeten, dat is echt niet slim. Ik ben 6. Oh. Daar is die! Oh. Oh. Lekker vind, kom op! Kom snel, snel, lift. Verdieping 11, door, verdieping door. 11, let's go! Woehoe! Ah, mijn benen! Oh. Dit is zwaarder dan verwacht. Verdieping 16. Ik denk dat die onderweg overleden is. Oh joh! Oh, ja bijna! Kom! Ik ben er niet! Ja, je bent er niet, kom! Hoppa, oei! 3 minuten 57! Zo! Op het randje ook, maat! Kijk hoe je licht gaat! Oh, ik had niet verwacht dat het nog zo zwaar zou zijn, man! Ik dacht, ik doe dit even! Oh, mijn bovenbenen! Ah. Het is helemaal vol met bloed. Ja, man. Maar ik heb het gehaald. Yes. Ik heb het gehaald. Oh, dit was een fantastisch idee. Maar ook een slecht idee. Dames en heren, jongens en meisjes. Vond je nou een leuke video? Laat er een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. Want bij de volgende aflevering is de review. En dan spreek ik jullie later.